Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze leuke royal ruit maken. En ik ga hem stap voor stap uitleggen. En deze ruit, ja, die kan je met grof wol haken, maar ook met heel fijn, zodat je echt een raster truitje krijgt. Of ja, je kan er van alles mee maken. Hoesjes voor de kussens, maar je kan er ook een leuk truitje mee maken. En ik heb nu een beetje grove wol gebruikt, zodat ik mooi kan uitleggen. En ik haak hem in het rond. Dus als je dan zo ziet, je begint met een lus te maken. En dan haak je in het rond en dan ga je zo iedere keer een toer erbovenop haken. Maar ik zal het heel rustig uitleggen en dan kan iedereen deze royal ruit haken. En welke wol dat je ook wil gebruiken, dat maakt niet uit. Je moet alleen de omtrek van je heupen meten als je een truitje wil maken, of de omtrek van je arm, hè, dat je de mouwen eraan wil maken. En dan, maar ik leer nu gewoon deze steek, want ik zie hem toch vaak voorbij komen, maar op de tekening vind ik het heel lastig om het te lezen. Dus ik dacht, ik ga het filmen. En dan zal ik nu vertellen wat je nodig hebt. Ja, ik ga een truitje hiervan maken, dus ik heb hem in de ronde gemaakt. En daarom leg ik het ook uit zo in het rond haken. En ik heb nodig, dan ga ik even dit apart leggen. De royal, en eventjes filmen, van de Zeeman. En hier staat op haaknaald 4 tot 5. Ik heb haaknaald nummer 5 gebruikt, maar je kan hem grover haken hoor. Je kan ook haaknaald nummer 6 pakken. En ik heb er denk ik 3 van nodig. Dus je hebt 3 bolletjes van een euro nodig voor een truitje. Haaknaald nummer 5. Een centimeter voor je omtrek te meten. En ja, het aantal steken moet je even tellen. En een schaartje. En eventueel een stopnaald. Die heb ik nu even niet bij de hand, maar een stopnaald is handig voor het afwerken. En we beginnen dus heel makkelijk met een rij lossen. En dan zetten we vaste op. En daarna op die vaste beginnen we met stokjes. Dus we gaan gewoon heel rustig beginnen. En dan stap voor stap, want dit zijn maar 2 toeren. Alleen, ja, het lijkt zo ingewikkeld. Maar je hebt het zo voor elkaar. Alleen, we gaan het nu stap voor stap uitleggen. Met een bolletje wol. Een opzetlus. En ik ga nu iets minder haken, maar jij moet dus de omtrek meten van je heup. En ik zal het even trouwens meten. Want ik heb 16 keer 7, 112 steken. Dus 112 steken heb ik opgezet. 112 lussen. En even meten, en dat is een beetje lastig met film altijd. En dan kom ik aan, nou even goed recht liggen, omtrek van 47 voor je heup. Dus je begint vanaf je heup te haken en zo haak je het patroon naar boven en dan kan je boven of weer een band maken of je gaat een rand maken voor de hals. Maar ja, we gaan nu de steek uitleggen. Dus 47 centimeter voor de heupomtrek en dit zijn 112 steken. Dus je zet 112 steken op. En als je 112 steken opgezet hebt, dan sluit je de
ring. Dus dan sluit je echt de ring en dan zie ik je dadelijk weer terug. Als je dus 112 steken of jij je de heupbreedte hebt opgemeten, dan sluit je de ring met een halve vaste en je gaat omhoog werken met 1 losse, want we gaan in de eerste toer, ja, ik heb veel minder nu opgezet, hè, want het is voor het uitleggen. Ik heb nu 70 steken en dan krijg je een klein lusje. Maar je begint eerst, de eerste toer is gewoon met vaste. En die vaste, die maak je elke keer, pak je hier wel 2 lusjes. En dan zet je hem in en je maakt een vaste. Elke keer 2 lusjes en dan krijg je ook een mooiere onderkant. Dus de eerste toer is vaste. En als je daarmee klaar bent, dan zie ik je weer terug. We zijn nu aangekomen op het einde van toer 1 en we sluiten de vaste met een halve vaste. En dan heb je echt al een mooi randje. Dan gaan we hier nu een rand stokjes op zetten. Dus we zetten 1, 2, 3 losse. En we gaan op elke vaste een stokje zetten. En ben je klaar? Dan het eind van de toer zie ik je weer terug. En we zijn aangekomen op het einde van toer 2 en we sluiten de toer met een halve vaste. Dan gaan we 1, 2, 3 lossen en nog 2 lossen voor de opening. En we slaan 1, 2 stokjes over en in het derde stokje doen we een stokje. En toer 3 is elke keer 2 lossen en je slaat 1, 2 stokjes over en in het derde stokje een stokje op het voorgaande stokje, 2 lossen over, 1, 2 stokjes overslaan, 2 lossen, 1, 2 stokjes overslaan, 1, 2 stokjes en elke keer herhalen, 1, 2 stokjes overslaan. En dan krijg je deze mooie, ik zal hem even laten zien, deze rand. Dus je slaat 2 stokjes over, 2 lossen en dan gaan we dadelijk beginnen met het patroon. 2 lossen, 2 stokjes overslaan en een stokje. En op het eind van het patroon of van toer 3 zie ik je weer terug. En we zijn op het eind van toer 3 en dan gaan we op de 1, 2, derde lus gaan we de toer sluiten met 2 lusjes pak je met een halve vaste. En dan kunnen we nu aan het patroon beginnen. En het patroon is heel simpel. Je pakt 1, 2, 3 lussen en je zet hem vast met een vaste op het eerste stokje. Dus je gaat met je haaknaald in, je pakt 2 lusjes op en je pakt je draad op en nog een keer en je hebt een halve vaste, dus dat is de eerste lus. En dan ga je 13 lossen maken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En nou sla je 1 stokje over en op het daarna volgende stokje, daar zet je de lus vast weer met een vaste. En dit herhaalt zich 3 lossen, 13 lossen en de 3 lossen zet je op het volgende stokje en bij de 13 lossen zet je hem op het tweede stokje. Dus 1,
2, 3 lossen op het volgende stokje met een vaste en 13 lossen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En dan zet je die weer, deze sla je over en deze zet je vast met een vaste. En als het te snel gaat, dan doe je de video gewoon even stopzetten. Maar dit is toer 4. 3 lossen, je zet hem vast op het stokje. 13 lossen en je zet hem vast op het tweede stokje. 3 lossen op het stokje met een vaste. 13 lossen. En zo maak je de hele toer af. En dan zie ik op het eind van toer 3 terug. We zijn aangekomen op het einde van toer 4. En als het goed is, heb je nu allemaal deze lusjes. Dus 3, 13, 3, 13, 3, 13. En op het einde heb je, maakt niet uit hoe je eindigt, maar je moet wel in die 3 lusjes hier in het midden een vaste zetten. Of een halve vaste, sorry hoor. Je zet hem meteen vast. En dan gaan we nu met toer 5 beginnen. En toer 5 zijn hier 6 stokjes op. Dan 3 lossen en een vaste. Nou ja, we beginnen gewoon en dan zie je, deze zal ik even iets langer uitleggen. Dus toer 5 is 6 stokjes op het lange lusje. Dus je slaat je draad om, je gaat meteen in die lange lus een stokje zetten. 2, 3, 4, 5, 6. En na die 6 moet je 3 lossen doen. 1, 2, 3. En die zet je in het bovenste gedeelte vast met een vaste. Dus je pakt je draad op en je zet hem vast met een vaste. En dan heb je hier al de helft van je boogje gemaakt. Dan doe je weer 3 lossen. 1, 2, 3. En dan ga je de resterende 6 stokjes hier weer opzetten. Dus je draad om en je begint weer met 6 stokjes. 1, 2, 3. Kijk, en dan ga ik nu te kijken. Nu zie je hier een soort kroontje hierbovenop. En als ik te snel ga, ja, dan moet je de video eventjes, kan je ook langzaam afspelen, maar dan zet je hem even stop en dan ga je verder zelf tot 6, tot je bij het eind bent. Dit is 4, 5, 6. En dan heb je je eerste boogje al klaar. En dan ga je meteen naar die boogjes van 3 en daar zet je hem vast weer met een vaste. En dit is al het eerste patroon. Dit is toer 5. Dus dat zal ik even opschrijven. Dus toer 4 is de boogjes met lossen en toer 5 is de 6 stokjes. 3 lossen, een vaste, 3 lossen, 6 stokjes en je zet hem vast in het boogje van 3 met een vaste. En dan ga je weer in die lus 6 stokjes maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 lossen, een vaste, 3 lossen en weer 6 stokjes. Je moet een beetje wel deze vasthouden, want anders heb je geen grip op je haakwerk. Vier.
5, 6. En dan maakt niet uit wat je hier over hebt, je zet hem toch gewoon hier vast met een vaste. En dan sluit je vanzelf die boog. Dus dit is alweer 2 boogjes. Ik zal er nog één meedoen. Je gaat naar de grote lus. Je zet daar 6 stokjes op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 lossen, een vaste, 3 lossen en weer 6 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en je zet hem vast hier in die grote of in die kleine lus met een vaste. En dit is toer 5. En deze maak je helemaal af tot het eind en dan zie ik je hier bij het eind weer terug. En we zijn op het eind van toer 5. En nu sluit je dus de toer hierboven op het eerste stokje en ik pak gewoon eigenlijk deze lus. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Ik pak gewoon hier deze lus, want je zet hem vast met een halve vaste. En nu ga je weer de toer met de lusjes van 3 lusjes, 13 lusjes, 3 lusjes maken. Maar nu moet je even naar boven werken met de draad en dan steek je in op die op het stokje en dan ga je met halve vaste naar boven werken. Dus je steekt in op het voorgaande stokje en je pakt de draad op en je gaat dus naar boven werken naar die bovenste lusje. Dus je gaat in een stokje staan in een lusje, je pakt je draad op en je pakt een halve. Dus dan werk je de draad naar boven totdat je bovenaan bent in deze opening en dan zet je nog een halve vaste. Kijk, en dan ben je weer bovenaan en dan pak je toer 4 weer op met 1, 2, 3 lossen en die zet je vast hier gewoon in deze opening met een halve vaste. En dan sluit je dit lusje. Dan pak je weer 13 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En die zet je ook weer in het bovenste lusje met een halve vaste. Dus je zet hem gewoon meteen vast. En dan krijg je weer die toer met de lusjes. 3 lusjes, 1, 2, 3. Die zet je hier vast met een halve vaste. En je pakt weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lussen. En je gaat weer naar het volgende boogje. En dan zet je hem vast met een halve vaste. En weer 3 lusjes. En je zet hem weer vast met een halve vaste in het volgende lusje. Dus zo krijg je de boogjes. En als je klaar bent met deze toer, dan zie ik je op het eind weer terug. En dan gaan we weer met de stokjes beginnen. Maar eerst eventjes 13 lossen, 3 vastzetten, 3 lossen, vastzetten, 13 lossen, vastzetten, 3 lossen. Ik zal nog heel even meedoen. Dus nog één keer. Even wat garen pakken. 13 lusjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Die zet je vast met een halve vaste hierbovenin. En dan weer 3. 1, 2, 3. En dan pak je de bovenste en dan zet je weer vast met een halve vaste. En zo maak je deze hele toer weer af, totdat je hier weer bij het begin bent, hier bij het begin van die grote lus. En dan zie ik je weer terug op het einde van de toer. We zijn nu geëindigd bij je toer 5. Nee, toer 6 is dit alweer. Ja, je telt de toeren niet meer hoor, want dit zijn gewoon elke keer herhalingen. Je maakt eerst de lussen en dan zet je de stokjes bovenop. En als je hier eindigt bij bij de laatste, zeg maar, lus van 13, dan zet je deze weer vast, maar dan op dit laatste, het begin van die drie lusjes. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het anders moet zeggen, het begin van de drie lusjes. En dan zet je hem ook weer vast met een halve vaste. En nu ga je weer met stokjes werken. En die stokjes, ja, die moeten op die grote lus. Maar je bent hier geëindigd bij die drie. Dus je neemt even je draad mee. Even goed insteken. Naar die grote lus. Dan neem je gewoon even insteken en met een halve steek neem je even je draad mee en dan kan je hier dus een stokje opzetten. Dus je gaat omslaan en je gaat in die grote lus weer 6 stokjes. En dat is het hele patroontje. Het zijn eigenlijk 1, 2. Het is geen moeilijke steek. Het zijn stokjes en lossen. En gewoon wel tot 6 tellen bij die stokjes. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, dan weer 3 lossen, 1, 2, 3, een vaste, 3 lossen en weer 6 stokjes. Dus hij lijkt heel ingewikkeld, maar je moet altijd alles even voorgedaan hebben, dat je denkt van, nou, dit kan ik ook. En je moet misschien even oefenen, voordat je echt een groot project begint. Ik zit zelf, ik kan niet praten en haken tegelijk, dus ik doe 4 stokjes, 5, 6. Dus ik zeg al, ja, je oefent even. En dan zet je hem weer vast in die kleine opening. En dan heb je weer je boogje. En zo heb je de, ik noem hem de Royal Ruit. Ik zal er nog eentje meedoen, want dan zie je ook echt, ja, het verloop elke keer omhoog werken. En kom je nou in het begin hier niet uit, dan neem je gewoon je draad mee naar boven. En dan zorg je weer dat je hierboven die lusjes van 3 hebt en dan 13. Dat is de volgende toer. Maar deze toer is nog op die lussen. Als je hier dus een vaste of een halve vaste op dat lusje hebt gezet, dan begin je weer met 6 stokjes in die lusjes. Ik zal deze nog even afmaken hoor. 1, 2, 3. 4. 5. 6, 3 lossen, een vaste, 3 lossen en dan ga je weer 6 stokjes maken. Vijf, zes,
dan zet je hem weer vast met een vaste. Ja, of je ze nou vastzet met een vaste of met een halve vaste, dat maakt mij niet zoveel uit. Want als je het maar gewoon altijd overal hetzelfde doet. Kijk, hier heb je een beetje dat die stokjes, die kan je nog wel even recht trekken, maar dat hoeft niet. Dit is de Royal Ruit en ja, hoe verder je komt, hoe leuker het netwerk wordt, want het volgt zichzelf continu. Het is lastig om voor de film eventjes te laten zien hoe het eruit ziet, maar ja, ik zou zeggen veel succes ermee en bedankt voor het kijken naar Iedereen Kan Haken. Graag duimpje omhoog als je het leuk vindt en ja, en hieronder staat mijn foto, graag abonneren. En ik maak elke keer filmpjes voor nieuwe haaksteken. En ik hoop dat je er veel plezier mee hebt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.